Goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. In de vorige aflevering zijn we geweest in de Impact Site en daar hebben we de blauwe Pikmin eventjes een beetje meer hulp gegeven, waardoor dat we naar 122 Pikmin. We hebben nou ook zeg maar heel erg veel andere Pikmin en dat hebben we dus zeg maar allemaal voor elkaar gekregen in de vorige aflevering. Maar eerst, voordat ik terug ga naar de Forest of Nope, want daar wil ik nog 4 chip parts halen. En die ga ik proberen om in één part te krijgen. Ik denk niet dat dat gaat lukken, maar we gaan het gewoon proberen. Ik wil jullie eerst bedanken voor van vrijdag. Echt voor alle felicitaties die ik wel niet heb gehad via YouTube, via Twitter, via Facebook. Echt, jullie zijn geweldig. Zo enorm bedankt daarvoor. Het was een hele leuke verjaardag. Ik heb zeker heel erg veel lol gehad. Zeker toen ook met de visite en met de crew die hier langskwam. Waar ik vaak mee opneem. Ik had gezegd dat ik een klein videootje zou maken. Een soort van vlog of zoiets. Maar dat is zo kort geworden. Het was maar echt een videootje van 45 seconden of zo. Dus ik heb besloten om jullie dat gewoon in deze aflevering te laten zien. Dus zet het maar aan, editor. Nou, toch eventjes een soort van vlog over de BD party. Noem maar op. Wij zitten hier gewoon met de crew. We hebben hier de Towler van de Towler Gaming. We hebben hier Truimeister. We hebben Mama Gamepit. Nathalie. Ja, Mama Gamepit. Is dat veranderd? Nee. Hoe het ook heet, het heeft een naam. We hebben hier Erwin. We hebben hier Alex. En we hebben hier ook onze Xanthos. En wat zitten we te kijken? Hoe slecht ik wel niet ben in Mario Kart. Dus nee, hebben we het een beetje naar zin? Ja, zeker. Top. Leuk kan ik niet. Ah, dat is goed. Zie je de wedstrijd, kijk wie het slechtst is. Nou, dat zien we daar al. Ja, je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. Ja, oké, nou toch eens kijken. Oh. Dat is stik hierin, hè? Dat is Dark Player, dat ben je niet. Dat is Dark Player. Zo not fair. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn studio ook achter de schermen. Dus niet echt heel erg boeiend. Ik heb gewoon de Towler hier op bezoek. Yay! Dus nee, we hebben het hartstikke gezellig. Even een heel kort videootje, eventjes een soort van vlog. Weet je ook hoe dat al heet? Dus we hebben het... Oké. Welke part dit? Ik edit wel nog in welke part dat dit is, jongens. Dan kunnen jullie daarop klikken. Klik nou op het gezicht van de Towler, komen jullie automatisch... Ja, komen jullie automatisch op dat videootje terecht. Dus, nou ja, dit was eigenlijk de korte vlog. We hebben het hartstikke gezellig, deze party. Dus, ja. We hebben het hartstikke gezellig. Alex is er ook! Zie? Dat is Santos, die staat erop. Hey, Santos lachen. Hij is zo vrolijk. Niet te veel van me gaan vragen, welkom. Hij is vandaag zo vrolijk, Pikachu. Zo vrolijk. Pikachu! Pikachu, die is er ook! Kijk! Die is aan de borrelnootjes bezig. Jezus, waar waren wij melig? Ja, we waren Mario Kart 8 aan het kijken. We hebben ook nog Mario Kart 7 gedaan. Ik werd natuurlijk zoals altijd laatste. Maar dat zijn we ondertussen wel gewend. Ik moet jullie wel zeggen, dit is ondertussen de derde opname. Omdat dit gaat... Het is zeg maar een paar keer zo fout gegaan dat ik gewoon zoveel Pikmin kwijt ben. Dat ik niet tevreden was met over hoe dat de stand van zaken was gegaan. En dan praat ik niet over gewoon 10 Pikmin kwijtraken. Maar gewoon 70 Pikmin. Ik heb hier eventjes ook een outtake voor me. Die bewaar ik eventjes op het punt tot we dus zeg maar bij dat moment zijn. En verder wil ik jullie ook zeggen dat jullie... Ik weet niet, volgens mij vinden jullie Mario gewoon helemaal geweldig of zo. Want ik krijg zoveel requests de laatste tijd. Of ik weer een keertje een Mario game zou willen doen. Dat is echt gewoon ongelooflijk hoeveel requests ik wel niet voor Mario heb gekregen. Nou, ik wil hier eventjes 45 Pikmin, rode Pikmin hebben. Want dat is ons aanvalteam. Ik wil ook 45 blauwe Pikmin hebben. Want dat wordt ons waterteam. En nou vraag ik mij af of we nog een paar liefste tussen hebben zitten. En ik heb een gimmick gevonden in deze Let's Play. Want het komt er nu aan. Ik ben een idioot. Net zoals sommige Pikmin die we hebben mee hebben gemaakt. Ben ik zelf er ook eentje. Ik heb de namen toen genoemd van de vijanden die we dus zeg maar hier hebben. Net zoals dat zei ik dat dat een Boltman was. Fout. Dat is een Dwarf Boltman. Niet dat het echt veel uitmaakt of zo. Voor de mensen die eigenlijk niks interesseren. Het is gewoon een vijand die wil je gewoon zo snel mogelijk doodmaken. Maar voor de mensen die er wel eigenlijk interesseren. Sorry. Ze heten Dwarf Bulborgs en... Bulbmin, dat slaat helemaal nergens op. Dus mijn fout, sorry daarvoor. Ja. Dus alle Pikmin die dus nou idiote dingen gaan doen. Nou, zoals jullie weten, mijn echte naam dat is Stefan. Die gaan we gewoon Steve noemen. Of Steve, nog leuker. We noemen ze gewoon Steves.
Ja? Oké, okay, we hebben hier Purple Sheargrubs. Die willen mijn Pikmin opvreten en daar ben ik niet blij mee. Goed zo. Op het moment dat ze dood zijn is het goed. En dan, want die females, die female Sheargrub beesten, niet oppakken. Goed zo. Die maken dus zeg maar je brug kapot. En dan moet je dus zeg maar weer de brug opnieuw gaan laten bouwen. Want die doen dus zeg maar... dat is het enige wat female Sheargrubs dus gaan doen. Wat nogal zwaar vervelend is. Nou, ik gooi deze Pikmin heel even hier op de brug. Zodat hun kunnen werken aan de brug. Oké, nou, die zijn daar bezig met de brug. Daar hoeven we ons even nog niet naar om te kijken. Ondertussen ken ik bij mijn aanvalsteam. Nee, jullie lopen het water niet in. Oké, ik heb een 55. Dat zal genoeg moeten zijn eigenlijk. Ik zag je wel. Zag je dat? Je probeerde er gewoon eens te tappen. 55, dat moet genoeg zijn voor een bumrush aanval. Dus ik raak jou helemaal kapot. Goed zo. Geen kwijt door de glitch. Helemaal mooi. Oké, nou, het nadeel is dus... de ene keer werkt het wel. En de andere keer werkt het niet. Ik weet niet wat het is, maar ik heb met de opname, zoals ik al zei, dat ik gewoon 60 Pikmin kwijtraakte. Niet door zo'n ding hoor, maar... dan wou ik de opname gewoon toch proberen om toch door te laten lopen. En wat gebeurt er? Ja, Pikmin die ik bij me heb, die doen de bumrush, die gaan echt... Die gaan naar hem staan te staren. Letterlijk en figuurlijk. Oké, eventjes hier een bommetje gooien. Nee, die gaan ernaar lopen staren totdat hij wakker wordt. En dan is het echt zo van, nou, vreet me eens even op, beste kerel. Oké, dan vraag ik mij af, hebben we hier een... Ja, we hebben hier nog best wel veel staan. Ik laat hier heel eventjes mijn attack team heel eventjes zo staan. En dan vraag ik mij even af, hoe ver zijn hun met die brug nou? Zijn jullie al klaar met die brug? Nee. Ik weet niet of 55 genoeg is om... 45 zelfs. Ik dacht dat 40 genoeg was voor een bumrush aanval, maar... Ik heb er de laatste tijd echt heel erg veel problemen mee. Dus het liefste wat ik eigenlijk zou willen doen... is eigenlijk wachten voor de zekerheid. Maar ja, aan de andere kant, ik wil deze eigenlijk ook zo snel mogelijk nou uitschakelen, dus... wat gaan we doen? BAM! Hier, ze doen het weer, ze doen het weer, ze doen het weer! Nee, 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 geen eten voor jou. Nee, 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 nee. Nee. Oké, we gaan rondjes lopen. Wij gaan rondjes lopen. Dat is mijn... Dat is mijn andere team. Hoezo heb ik nog maar 36? Hoezo ben ik een 9 kwijt? Waar ben ik een 9 aan kwijtgeraakt? Wat gebeurt hier? Wat voor de bloomy devil is hier gebeurd? Weet je wel, jullie wachten heel eventjes hier. Ik dan... Nee, want het zijn 9 rode die ik kwijt ben. Huh? Nou ja, team blauw, pak even die paard op. Doe even, maak jezelf nuttig. I have found my Sagittarius. My son gave this to me as a present. It brings to mind visions of my son back home on planet Hokotate. Oh, to be back there right now. Oké, dus dit is een soort zaklampje. Dat is heel erg leuk, Olimar, maar we hebben eigenlijk andere issues. Ik bedoel, ik ben in één keer uit het niks... Pak dat ding op. Ik ben in één keer uit het niks gewoon 20 Pikmin kwijtgeraakt. Dat gebeurt niet zomaar. 19. Oké, nou, weet je wat? We gaan eerst eventjes naar die andere kant toe. Ik heb mijn bomsquad, heb ik daar nog liggen, dus... zijn hun toevallig niet op... Nee, hun staan daar gewoon nog steeds te staan, dus... nou, weet je wat? We vullen het gewoon aan. Daarvoor hebben we genoeg Pikmin. Ik ben echt benieuwd waar die 9 Pikmin aan dood zijn gegaan. Mocht het inderdaad ergens obvious te zien zijn en in... Ik ben gewoon weer zo dom als het maar zijn kan. En ik ben gewoon een idioot. Dan laat ik het zien in een herhaling op dat punt natuurlijk. Dus ik ben echt benieuwd. Oké, nou. Jij. Nee, niet wakker maken. Niet wakker maken. Oh, kom op. Ik stond op het punt om aan te vallen. Dit wordt mijn ondergang. Sagittarius. It was a gift from my son. He must be very worried about me. I have now recovered 9 of the 30 parts. If I can just find 3 more. Ja, dat proberen we. Aanvallen! Kom op, kom op, kom op. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. 5 Pikmin kwijt. Jongens. Niet zo stom doen.
Jullie merken. Jullie werken eventjes aan die muur. Dan ga ik even een andere team blauw halen. En team geel, die moet er bovenop gegooid worden. Alleen team geel, die heeft nog iets meer bommen nodig. Dus, tenminste, dat denk ik. Ik weet niet hoeveel bommen Pikmin ik nou nog heb. Dus... Oké, nou, jullie gaan ook even aan die muren even verder. Want er zijn twee muren die we nou nog omlaag moeten halen. En we hebben één shippart en ik wilde nog op zijn minst proberen twee te halen. Ja, jullie blijven hier maar even staan. Oké, hoeveel bommen hebben we? Nog vier, dat is zat. Dan mogen jullie daar blijven staan. En... wat we moeten doen, is we moeten die vier bompikmin hier bovenop gooien. Het enige nadeel is, we kunnen ze nou niet terugfluiten. Want op het moment dat we ze terugfluiten, laten de bommen vallen, exploderen de bommen. En dan zijn de bommen dus vernietigd en dan kunnen ze die niet meer terugvinden. Oké, nou die blauwtjes zijn eigenlijk op dit moment heel erg belangrijk. En het nadeel is, de gele die ik nou bij me heb. Ja, ik heb 95 pikmin bij me. Ik kan wel iets terugbrengen, maar ik heb daar geen zin in, want daar ben ik te lui voor. Ik zou wat meer rode eigenlijk kunnen pakken. Ik weet niet hoeveel... decisions... ik pak gewoon heel eventjes die rode terug, maar... jullie vragen in ieder geval, ondertussen dat we hier nou toch bezig zijn. Ik heb heel veel vragen gekregen over of ik nog een Mario game zou willen gaan doen. En er zijn heel veel nieuwe fans bijgekomen, dus mij maakt het niet uit. Ik leg het gewoon nog in een keer uit. Mijn kanaal hou ik wel een beetje van variatie. Dus op het moment dat we dus zeg maar net een Mario game hebben gedaan, dan komt er weer een andere game, dan komt er weer een andere game, dan komt er weer een andere game. En dan opeens komt er weer Mario, noem maar op. Oké, die muur die is nou naar beneden... Dus wat ik nou moet doen hier, is ik moet al mijn rode, die moet ik hier even bovenop zien te gooien. Trouwens, ja, die gooi ik dadelijk hier wel bovenop. Nee jongens, niet automatisch dingen gaan pakken, want echt serieus, ik schep jullie dadelijk nog in zo'n smikkel van zo'n spotty bolborg, zoals ze echt heten. Jullie beginnen aan die muur en ik gooi jullie daar naar boven toe. Ja, that's the deal, zo gaan we het aanpakken. Ah. Echt, soms die automatische AI van de Pikmin, daar word je gewoon echt misselijk van. Nou, ja, ga maar met de gas spelen, interesseert mij niet. Hé, kijk, Nectar, het boeit even niet. Als jullie daar boven staan, dan ben ik al tevreden. Zo. Nee, maar Mario, het komt zeker wel, jongens. Ik weet niet waarom dat Mario zo populair is. Misschien omdat ik heel erg veel faal of dat ik echt wel fouten ben. By the way, daar hebben we weer een ship party. Die wil ik hierna nog gaan proberen te krijgen. Dus we hebben nog een halve dag. Maar, Mario komt zeker. Ik kan niet zeggen welke. Dat is natuurlijk altijd een verrassing. Ik heb genoeg nog te let's playen. Maar het komt eraan. Dus maak jullie alsjeblieft er geen zorgen over. Ik doe mijn best daarvoor. Nou, we zijn op het punt gekomen dat ik een halve dag heb opgenomen. En de eerste keer ging alles zo goed. Jullie wachten heel eventjes hier. Want nou heb ik dus mijn bomsquad nodig. Oké, dat zijn de eerste twee. Want daar zien we namelijk onze eerste baas van het spel. Dat is de... Hoe ik float hem. Oké, die muur die is down. Gele Pikmin wil ik hier niet mee hebben. Gele Pikmin die zijn niet echt handig tegen dat beest. Wat ik wel bij me wil hebben is mijn rode attack squad. Want die kan er nogal veel schade doen. Zijn aanvallen is hij gooit stenen. Op het moment dat hij stenen gooit wil je dus niet bij hem in de buurt zijn. En op het moment dat hij zo'n zuigaanval doet om die stenen te gooien. Wat je dan wil doen is je wil een Pikmin in zijn neusgat gooien. En dan opent hij zeg maar zijn armored dingetjes. En we hebben hem in één keer! We hebben hem in één keer! We hebben hem in één keer! Oké, nou, de reden waarom dat je hem dus wil verslaan... dit ging fout. Dit ging heel erg fout dat ik het met mijn blauwe team probeerde te doen. Rode die doen natuurlijk veel meer schade. Dit gebeurde er tijdens de eerste keer dat ik hem probeerde. En waardoor dat ik dus 60 Pikmin kwijt was geraakt. Goed. Oh, serieus, ga je een hele steen proberen te gooien voor alleen maar die ene plek? Draai eens om. Hallo? Draai je rug niet naar mij toe. Holy nee! Nee! At last, my radiation canopy. This turns my harsh radiation of deep space into soft infrared rays that are easy on the body. I'll sleep like a baby once I get this bear back to the ship. Wat ik wil doen is, ik wil ze eigenlijk zo snel mogelijk alles naar de basis brengen en dan zo snel mogelijk nog die andere part halen. Dus ik gebruik even heel mijn team om daar even mee bezig te zijn. En mijn blauwe team die ik op standby had gezet. Hallo? Mijn blauwe team die ik even op standby had gezet, die mogen werken eventjes aan deze. Want deze die kan geofferd worden voor meer Pikmin. Nou, zoals ik al eigenlijk wou zeggen, maar nog niet aan toe ben gekomen.
We hebben niet echt meer Pikmin nodig. Dat is de grap. We hebben echt niet meer Pikmin nodig. Maar zoiets, ja, dat geeft eigenlijk zoveel Pikmin. Laten we er geen achter, hè? Goed zo. Maar dat geeft zoveel Pikmin, dat wil je gewoon niet achterlaten. Volgens mij geeft dat iets van 30 Pikmin of zo. En het wordt nou gezegd dat wij 100 Pikmin hebben, dus... Oh, ja, die geeltjes die zijn weer bezig geweest. Hebben jullie nou ook echt serieus? Ik weet niet wie dat precies gedaan. Maakt niet uit. We hebben ons rode team nodig. Die laatste part, dat moet dan maar in een aparte dag, jammer genoeg. Dus, oké, radiation canopy. I'll have to inspect it later to make sure it hasn't been cracked or... It will be in for even more trouble if I have any radiation leaks. Ja. Yeah. I have now recovered 10 of the 30 parts. We just need 20 more. Oké, nou, ik vraag me af, waar komen denk ik die andere 100 vandaan? Is mijn counter dan gekild of zo? Want er zit. We waren 9 Pikmin kwijt, jongens. 9 Pikmin waren in één keer weg. En nu zitten we weer met 100, terwijl dat we geen 1 Pikmin geplukt hebben. Ik snap het niet meer. De logica van mijn broodje gezond verstand. Ik snap het niet meer. Maakt niet uit. We hebben geen rode Pikmin meer. Of we hebben geen rode. We hebben geen gele Pikmin op het moment meer nodig. En we hebben ook geen rode Pikmin op het moment nodig. Geen blauwe Pikmin op het moment. Ik ben echt hier een steef aan het poelen hoor. Sorry hoor, maar het zijn niet alleen de Pikmin die het doen. Oh ja, je moet wachten tot iedereen naar binnen is. Oké, kan ik dan nu op de 100 zitten? Want echt serieus, ik wil die laatste part nog hebben voor het einde van deze aflevering. Dus kom op! Oké, we zitten op 100. Heel veel liefjes zitten ertussen. Hopelijk kan ik hier wat nectar krijgen. Juist! Nog meer nectar. 100 flowers zou helemaal geweldig zijn. Oké, we hebben weinig tijd nog, jongens. Kom op, we moeten nu gaan aanvallen. Oké, nou, ik denk dat ik nog zo'n 2 minuten heb of zo. Dus we gaan kijken of we dit kunnen halen. We hebben maar 1 spotty. Oftewel een grote, hè. Nee. We gaan eerst die grote nou aanvallen. Attack! Waarom gaat dit altijd fout? Oh, 10 Pikmin gewoon. 11 Pikmin. Oh, ik echt. Ik weet niet hoe dat mogelijk is om elke keer zoveel Pikmin kwijt te raken, maar goed. I have found the Nova Blaster! This emits a dazzling burst of light capable of destroying almost everything. Anything. I'm not exactly sure about this. But the promotional brochure claims that this blast can travel in the current of space-time, smashing through stars and into the rifts of space. Oké, ik wil niet heel erg vervelend doen, allemaal. Maar ben je niet geraakt door een of andere meteor? Ik wil niet heel vervelend doen. Maar goed, we zijn dus zeg maar 11 Pikmin door hem kwijtgeraakt. En ondanks dat ik een leger had van 100 Pikmin die de bumrush tactiek deed. Zelfs op dat moment. Ugh. Nou ja, maakt niet uit. We moeten hier toch nog de volgende dag naartoe. En het nadeel is... Oh, Flint Beetle. Hi, sterf. Ik hoef jouw pallet niet. Oké, nou hebben we er hier nog 4. Jij bent die aan het tillen. Jij gaat... En jullie twee nemen hem maar mee. Oké, kijken we eventjes of er wat Pikmin achter zijn gebleven. Nee, alles is daar alles aan het dragen. En oeh, daar trap ik niet nog een keer in. Wij laten geen Pikmin achter tot Pikmin hebben gestreden. En dat we ze daardoor verloren hebben, is helaas een feit waar we niks aan kunnen doen. Terwijl dat de helft, ik snap echt niet waar dat die gebleven zijn. Maar we hebben de Nova Blaster. This is a weapon of such incredible destructive force that it can blast stars into tiny pieces. It has a strange allure. Ja, het enige nadeel, Olimar. Waarom gebruikte je dat gekke ding dan niet op het moment dat je hem nodig had? Ik bedoel, serieus, een meteor die knalt jou bijna kapot. En weet je wat? We zijn best wel veel rode kwijtgeraakt. Laten we niet alles in waste gaan en hem ook nog even meenemen. Tijd genoeg. Oké, nou, het zit er op 100. Waar zitten die andere rode? Oh, we moeten gaan gatheren, jongens. We moeten gaan gatheren. Pluk deze even snel. Kom op. We laten geen Pikmin achter. Jullie bij mij? 100 Pikmin. Goed zo. Ik ben nou compleet. Ik ben nou compleet. Ik ben nou compleet en ik loop door de Pikmin.
Pikmin. Oké, nou, laten we maar naar de schaderapport gaan kijken. Want we laten dan misschien geen Pikmin achter. Maar we zijn wel heel veel kwijtgeraakt in bed. En ik snap nog steeds niet hoe dat het in één keer kwam dat ik zoveel Pikmin kwijt was. En toen er weer in één keer zoveel Pikmin bij had. Volgens mij is dat een grote glitch die gewoon bij mij hier werd gepoeld. Dat kan gewoon niet anders. Maakt niet uit. Dus, iedereen is weer terug. Ik hoef de cutscene niet te laten zien, want die hebben we al honderden keren gezien. Echt gewoon 3 takes. 6 days since impact. The Pikmin always carry their prey back to the onion. Close observation indicates that taking food pellets of the onion of the same color results in the release of larger number of Pikmin seeds. I've also have found ways to group Pikmin by color. Ik heb dit al eerder uitgelegd, maar ik denk ik leg het nog een keer uit. 25. Oeh. En zo te zien waren het allemaal rode. Maar ja, ondertussen hebben we weer 66 rode erbij. Dus we zijn best wel veel Pikmin kwijt. Maar het zijn niet de 60 die we dus, zeg maar, kwijt waren in het begin van het spel. Dit was eigenlijk best wel pijnlijk. Nou, laten we maar op gaan slaan. Morgen gaan we dus voor de laatste keer naar de Forest of Nope. Omdat er nog 1 shipart te vinden is. En ik wou die eigenlijk in deze, maar ik moet wel zeggen dat we hebben 3 shipparts te pakken gekregen. Dus op zich hebben we het wel goed gedaan. Maar ik vraag me eigenlijk ook af hoe dat soms met de battle systeem zit. Want soms klopt dat volgens mij niet helemaal. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien bij een nieuwe aflevering. Dan gaan we naar part 7. Of dag 7. En dan gaan we weer terug naar de Forest of Nope. En dan is dat de laatste keer dat we komen in de Forest of Nope. Ik dank jullie voor het kijken. En zoals altijd, tot morgen. Doei!